Een groot probleem dreigt voor de kinderen van basisschool De Driebond in Engelbert en Ruischebrug. Vanaf april zal de bus vanwege financiële redenen niet meer rijden tussen de twee locaties. De bus was de verbinding tussen de bovenbouw en de onderbouw. Een ideale oplossing voor ouders die kinderen hebben op beide locaties. De ouders en de kinderen hebben maar één boodschap. Wij vinden dat wij nu onze kinderen niet op een veilige manier naar school kunnen laten gaan. En wij vinden dat de gemeente daar mede verantwoordelijk voor is. En ons daarmee moet helpen om tot oplossingen te komen. Ik sta hier op mijn dochter te wachten. Ik heb twee kinderen hier op school. En dat betekent dat ik elke keer naar Engelbert moet rijden. Dus dat is vijf kilometer die kant op, heen en terug. Plus dat er nog veel meer ouders met mij die kant op moeten rijden. En daar eigenlijk de parkeergelegenheid helemaal niet daarop ingericht is dat we daar kunnen parkeren met zoveel. Dus vandaar dat die bus altijd rijdt. Dus dat is ideaal. De ouders vinden dat de weg veel te gevaarlijk is om op te fietsen voor de kinderen. De Middelwetterweg is een vrij smalle weg. Waarin veel vrachtverkeer, landbouwverkeer, auto's, van alles rijdt. En ja, dat is gewoon niet een weg waar je kinderen over laat fietsen om naar school te gaan. Het eerste stukje hier heb je wel een stukje fietspad. En op het eind ook nog, maar tussenin niet. En daar is anderhalf jaar geleden iemand overleden die gewoon zijn hond uitliet. En dat is niet een stukje waar je wil fietsen. Zeker niet als ouder zijnde alleen al niet. Laat staan met een kind. Dus dat is het grote risico eigenlijk. De bus moet blijven! De bus moet blijven! Een oplossing is er nog niet. We denken graag mee en we willen er graag over spreken, maar er is nog niks geboden. En daardoor is het ook zuur voor ons dat de bus zo abrupt stopt zonder dat er alternatieven worden geboden. Stel, u mag nog één oproep doen aan de gemeente. Wat zou u zeggen? Ik zou zeggen, zorg dat de bus blijft rijden totdat er veilige alternatieven zijn om de kinderen naar school te laten gaan, te kunnen brengen. Zodat iedereen op een veilige manier kan... naar school kan.